Goedemorgen. Leuk dat jullie weer kijken. Ik neem jullie vandaag weer een dagje mee met mijn werkzaamheden als schilder. Naar de autogarage waar ik altijd mijn auto laat maken. Die zijn aan het verbouwen. Die willen wat luxere uitstraling. Al het houtwerk wordt zwart. Er is een verdieping bijgekomen. Wordt gestuukt. Dus er moeten een paar wandjes geschilderd worden. Dus ik ga even kijken of ik wat kleurtjes heb. Of ik toevallig nog de rooi zwart taupe heb. Daar wil een beetje een luxe uitstraling. En ik denk dat de rooi zwart taupe daar wel heel mooi bij past. Maar misschien is het wat te licht omdat het een grote ruimte is. Ik neem de rooi zwart taupe mee. Ik kijk of ik nog andere kleurtjes in voorraad heb. Had hele mooie kleuren waar is, maar helaas zijn die gesneuveld. Die is nat geworden. Nou, dat is helemaal niks meer. Ik heb nieuwe besteld, maar dat duurt altijd eventjes voordat de kleuren waar is binnenkomen. Even roeien met de riemen die ik heb. Maar gelukkig kan ik zelf ook heel mooi mengen. Ik neem een paar kleurtjes mee. Als ik die opzet en ik zeg deze maar dan een tintje donkerder of een tintje rood, ga ik naar de bouwman en dan pas ik die kleurtjes aan. Naar wens. Druppeltje rood, druppeltje zwart. Komt allemaal goed. Dus dan maak ik er weer een rooi zwart kleurtje van. Kijk, want zoals je ziet heb ik genoeg keus. Of een paar emmertjes meenemen. Dus ik ga even een paar kleurtjes uitzoeken. Ik zie jullie straks in de auto. Ik zit weer in de auto. Stijgertje legt er nog in van gisteren. Niet zo heel mooi weer buiten. Het zou niet gaan regenen. Maar ik heb nu een binnenklusje, die moet echt af. Want de systeemplafonds komen de volgende week in. Zo fijn als de wanden klaar zijn, hoeven we daar niet meer bij. Ik heb hele oplettende kijkers. Dit dingetje, dat zat los. Dat werd opgemerkt. Die moest ik even terugslaan. Maar slaan, dat helpt niet. Maar ja, ik ga toch naar de autogarage. Dus dan kunnen ze er vast wel eventjes naar kijken. Of, nou, hopla. Nou, zit weer vast. Garage is niet nodig. Maar is dat ook niet nodig. Maar als je er toch bent. Ik ga een klein stukje rijden. Het is hier echt om de hoek. Ik zie jullie daar. Lex, ik leg hem even wel vast in de bus, ja? Yo. Dit is de rooi zwart taupe. Ik gebruik altijd een blauw vachtrolletje met een blauwe streep van Pro Gold. Dus ik ga even de kleur opzetten. Kijk of de kleur mooi uitpakt hier. Ik wil er ook even een gipsplaatje mee. Als die droog is, dan kan ik hem in alle hoeken even de kleur even laten zien. En straks eerst spiekwerk primer. Hier is hij al een deel gepruimd, maar naar boven moet nog gepruimd worden. Het andere schilderwerk is hier allemaal gedaan. Door een collega van vroeger, ook een leermeester geweest voor me. Die heeft hier boven alles geschilderd, alleen die is helaas erg ziek geworden. En dit werk niet meer uitvoeren, maak ik het af. Maar hij heeft hier een heel mooi wandje geschilderd boven. Ik heb je zo laten zien. Een soort decoratief wandje, waar deze kleur ook mooi bij passen. Dus dan neem ik dit plaatje straks mee. Dan kan ik mooi langs de muur houden. Kijken of het erbij past. Dan laat deze te drogen. Ik ondertussen de stijging voor opbouwen en de muur hierboven pruimen. Hier is een verdieping. Dan komt de balie, zwarte balie. Hier komt een grote ronde plaat voor de auto, dat ze foto's kunnen maken. Dus of het wordt spierwit, of we doen de wandjes ook in de rooi zwart taupe. Maar dan moeten we nog eventjes zien. Kijken of dat mooi is voor de foto's. Hier tot in het midden zijn de wandjes geprimerd. Alleen daarboven, omdat er nog een stijger was, is het nog niet geprimerd. Dus dat ga ik nog even primeren.
Neem jullie me straks mee hier naar boven. Dit wordt dan ook een showroom met allerlei auto's. Dat is hierboven. De vloer is verstevigd, dus er kunnen auto's op staan. Nou, dit is het wandje waar ik het net over had. Super mooi gedaan. Een soort metallic, goud, allerlei kleurtjes. Echt prachtig. Dit wordt een beetje de stijl met zwart. Dat staat er echt super mooi bij. Dan heb ik jullie mee naar de wandjes. Deze wanden moeten dan ook geschilderd worden. Dus ik ga daar in de hoek eventjes mijn kleurtje opzetten. Kijken of het er wel een beetje bij past. Zwart token. Ja. Oh, het is heel mooi. Heb je daar wit bij, hè? Het plafond. Dat is ook heel mooi bij. Ja. Dat is gewoon licht. Nou, we zijn snel in de auto gestapt. Zoals al heel veel voorgaande klanten zet ik de Roy Zwart token op. En ze zijn meteen verkocht. Ik ben weer onderweg naar Bouwman. Een paar emmers Roy Zwart taupe inslaan. Kan ik de muur ook gelijk in de primer schilderen in dezelfde kleur. Dus dan hoef je maar twee keer sausen. Want nu is de primer wit. En dan moet je alsnog twee keer de kleur aanbrengen. Dus dan kan ik gelijk de primer ook in kleur bestellen. Ga ik ook even gelijk even een hapje eten bij Bouwman. In de garage echt alles is zwart wat je aanraakt. Er wordt natuurlijk ook verbouwd met de auto's te maken natuurlijk. Ik ben in witte kleding, maar ik denk dat ik naar huis ga met zwarte. Ik kan helemaal niet eten bij Bouwman. Ik ben eten vergeten op mijn werk. Nou, dan maar even snel eten halen en daar eten. Kijk eens wat goed voor me gezorgd, hé. Ah, kijk eens aan, man. Lekker, man. Eet smakelijk, vriend. Dankjewel, hè. Ja, smakelijk, hè. Eet smakelijk, hè. Loop je nou stoer, Lex? Even kijken wie de krachtpatser hier is. Ik pak je, vriend. Ik pak je. Als we gaan een armpje drukken en ik win, krijg je geld. En niet dan. Ja, ik krijg mijn vesselkoffietje. Ja, hartstikke leuk. Kom op, hè. Oké, okay, jij kan dat. Kom weer, hè. Hoppakee. Hé! Ah! Service, kijk eens. Het gaat echt doorlopen, hè. Kijk eens eventjes. Nou, fijn weekend. Hey, fijn weekend, hè. Muscle. En al werkt bij de bouw, man. Ja, op zijn kop zo, toch? Ja, top. Hoppa. Thanks, jong. Rustig aan, vriend. Kijk eens, er wordt weer voor me gezorgd. Alleen maar wordt er voor me gezorgd. Thanks, broeder. Tuurlijk, voor jou wat dan. Dunne vrijdag ineens. Een vergeten vrijdagdag. Ja. Ook nog mijn favoriete drankje. Nou, dan mag mijn broertje op mijn nieuwe kistje zitten. Eet smakelijk, hè? Dankjewel. Thanks, broer. Doei, broer. Werk ze? Ja. Fijne weekend. Zelfde. Gefeliciteerd met je 1000 abonnees. Ja, dankjewel.
dat is voor vandaag even een klein klusje. Muur staat in een primer. Ik heb hem eventjes een beetje bijgerepareerd. Ik ga eventjes snel naar de kapper. Even mijn haartjes laten knippen. Een baardje voorbij laten werken. En dan ga ik de wand eventjes afschilderen als ik daar nog tijd voor heb. En dan is het weer weekend. Nou, ik ben lekker verwend vandaag door mijn broertje en Lex. Lex, die heeft even lekker vlamtosties voor me gemaakt. En mijn broertje heeft even de dunne donderdag naar de vergeten dunner vrijdag. Vrijdag de vergeten donderdag. Vergeten donderdag dunner vrijdag gemaakt. Ik heb broodje dunner met mijn broertje gegeten. Peter kwam nog langs. Dat is ook vroeger mijn leermeester geweest naast Wim. Wim heeft me allemaal geleerd. En Peter heeft allemaal dingen geleerd. Dus van beide heb ik de goede foefjes van het vak geleerd. Peter is helaas ziek geworden. Dus die is gestopt met werken. Je hebt daar nog een muurtje geschilderd voor het laatst. Echt net op de dag dat hij echt heel erg ziek werd. Dus die is nu herstellen. Ik kwam net ook eventjes langs. Ook even gezellig om met hem te praten. En gelukkig dat hij er nog is. Want wij zeggen kantje boord. Dus ga even naar de kapper, even nog even een hapje eten. Die kids worden zo ook gebracht. Kan ik die kids nog even zien, gaan hier nog even lekker buiten spelen denk ik. Dan maak ik het wandje af. Avond weer even lekker hapje eten met z'n allen. De kids zijn nu 2 weken bij mij. Die hebben natuurlijk vakantie. Waarschijnlijk ga ik iets minder werken. En gaan we 's middags even leuke dingetjes doen. En ik denk die week erop, dat we even lekker als het mooi weer blijft, even lekker een campingje pakken met die kids. Vinden die kids ook wel leuk. Ook een klein beetje rust. Ik ben alleen maar aan het werk geweest. Dus je lichaam moet ook een beetje rust hebben. Ik zie jullie straks weer. Nog even langs huis. Voor alle kleurtjes weer terug in mijn werkplaatsje zetten. Want het is toch de rode zwart taupe geworden. Zonnetje schijnt ook weer lekker. Je mag ook wel eens even weer een wasbeurtje hebben. Pak even een lekkere step. Zo, ik heb weer een kappertje gepakt. Even een hapje gegeten. De kids zijn even gezellig mee naar de kapper gegaan. Ik ga even snel het wandje afmaken. En dan is het weer weekend. Ja, er is niet zoveel af. Maar elke vrijdag om 2:30 ga ik even lekker naar de kapper. Ga ik het weekend weer in met een strak baardje. Want als ik het laat groeien, dan loopt mijn baard over in mijn borst. En dat is niet de bedoeling. Ik moet wel even strak het weekend in. Ik ben weer onderweg naar André. Ik zie jullie daar. Rest in peace, statief. Even een nieuwe halen.
Peter heeft deze muur heel mooi geschilderd. Maar die hoek is wat minder mooi. Dus die ga ik even aftapen, kitten, wasje met de kleur langs. Super strak. Zo, deze dag zit er ook weer op. Vergeet niet te abonneren. Doe even een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Ik hoop jullie volgende week weer te zien. Heel fijn weekend. En hopelijk tot de volgende keer. Ciao, ciao. Straks val je uit het raam. Ajoe. Hier. Twee.